de strijd aan om over 300 meter te bepalen wie de beste was in de badeendenrace. En ze zijn natuurlijk bij de finish gekomen. Dat was allemaal niet alleen heel erg leuk, maar ook vooral voor het goede doel, het Ronald McDonald Huis. En Sander Oort, jij bent een van de organisatoren. Welkom. Ja, dankjewel. Was het eigenlijk een spannende wedstrijd vanmiddag? Ja, op zich wel. Ik denk voor de mensen aan de kant dat het een hele spannende wedstrijd was. Het ging niet snel, maar er was gewoon echt een kopgroep. En dat maakt het een kopgroep in wat eentjes. Ja, het maakt het echt leuk. Maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Er waren een aantal eentjes die zwommen vooruit. Of die zwommen vooruit, maar die lagen voorop. En daar zaten de winnaars ook tussen. Hoe ben je op het idee gekomen om een badeenderrace te organiseren? Franka, de manager van het Ronald McDonald Huis hier in Tilburg, die kwam bij mij. En die zei van, Sander, ik heb geld nodig voor de Ronald McDonald Huiskamer in het Elisabeth Ziekenhuis. En ik wilde eigenlijk een leuk evenement voor organiseren. En zij had dit gezien in Antwerpen. Toen zei ze van, ja, volgens mij moeten we dit gewoon in Tilburg gaan organiseren. En ik heb toen ja gezegd. En je wist waar je aan begon? Dat was, ik wist niet waar ik aan begon, maar het was wel heel erg leuk. Okay. Ja. En hoe krijg je dan al die duizenden eentjes dat ze toch de goede kant op zwemmen? Want ja... Ja, we hadden geleiders in het water. Dus de badenen werden in het water gegooid dankzij een hele grote zak. Mm-hmm. En vanuit daar werden ze voortgestuwd met een boot erachter die uiteindelijk naar de finish ging. Okay, dus dan was het dus eigenlijk al een beetje beslist van welk eentje er voorop ligt, wint, gaat automatisch nee, in de want kopgroep, in Oostwijk hebben we alle badeentjes in een grote zak gegooid. En daar hebben wij niet bepaald van bak 1 gaat als eerste of bak 2 gaat als eerste. Hebben we gewoon allemaal gemixt en toen... Ja. Het is wel een eerlijke wedstrijd geweest. Uiteindelijk hebben we 21.500 euro opgehaald. Oh, met alle badeentjes. Dus daar zijn we echt voor het Ronald McDonald Huis heel erg blij mee. Maar duizenden eentjes. Dus hoe lang heb je er eigenlijk over gedaan om ze te water te laten, te leren zwemmen en naar de finish te gaan? Ik geloof dat het nu een uur en een kwartier heeft geduurd om over te zwemmen. Ja. En in de tussentijd was het publiek ook nog vermaakt? Ja, het publiek sowieso op de Lazy Kermis konden ze zelf maken met een springkussen. Er was van alles en nog wat voor de kinderen. Mm-hmm. En langs de route was het gewoon leuk om de mensen langs de eentjes te zien lopen. Ja, je zei net al dat er een heel groot geldbedrag bij elkaar is gehaald. Ja. Je kon dus een eentje sponsoren of een adoptie eentje van 5 euro. Waren er nog meer geldinitiatieven gedaan? Nee, we hebben eigenlijk alleen maar gezorgd dat die badeentjes konden worden geadopteerd. En er zijn wel mensen geweest die wilden graag geld sponsoren, maar daar hebben we eentjes tegenover gezet. Oh, oké, dus al het geld is inderdaad in de eentjes gestopt en gaat ook allemaal naar het Ronald McDonald's Huis. Daar gaan we het in ieder geval straks over hebben. Jullie zijn goed bezig geweest en wij van Kermis FM natuurlijk ook, want wij waren daarbij. Ja, spanning zegt. En zeker voor die eentjes. Kijk ze daar eens allemaal hangen. Want ze willen allemaal de eerste zijn. Ja, hij mocht helaas niet meedoen. Hij viel die andere eentjes allemaal aan. Dus hij blijft nou wel lekker in zijn eentje. Ik denk dat ze daar gaan, Johan. Oh, daar gaan ze eentjes. Ja. Die kant op. Oh, daar komen ze aan. Al die eentjes. Oh, kijk. Wat een massa eentjes. Kijk ze daar gaan op het water. In het water van... Sander, je zei het net al, hè? 21.500 euro en het gaat volledig naar het Ronald McDonald Huis. Ja. Waarom heb je gekozen voor dit goede doel? Het werd eigenlijk vanuit het goede doel al bepaald. Mm-hmm. En mijn zoontje heeft 3 weken in het ziekenhuis gelegen. En wij hebben 3 weken lang in het Ronald McDonald Huis gezeten. En ja, dan is de keuze eigenlijk heel makkelijk gemaakt. En hoe gaat het nu met je zoon? Gaat hartstikke goed. Okay. Ja, gelukkig wel. Maar toen dacht je wel van, als ouder, hoe zeggen dat, ik wil graag bij mijn zieke kind zijn natuurlijk. Ja. Dicht bij je zieke kind. Hij lag in het ziekenhuis en hij is in Rotterdam geopereerd. En daar hebben ze ook een Ronald McDonald Huis. En wij wonen in Tilburg. Dus het was fijn dat we gewoon ieder moment gewoon bij hem konden zijn. Ja, en hij had iets langer in het ziekenhuis moeten blijven. Het was gewoon fijn dat we daar bij hem konden blijven. Ja. Het was fijn.
Trek jij dat ook aan als ouder van een dochter en een tweede in de maag, ja, zeg maar? Ja, precies, voor een vrouw, natuurlijk, jongen. Ja, super heftig, joh. Wel goed dat dit soort initiatieven er ja, dus zijn. Ja, ik denk dat iedereen weet die Ronald heeft. Ja, iedereen die ooit in de Ronald McDonald huis is geweest, die kent het nou niet meer van de McDonald's, zeg maar, wat ernaast staat, maar die kent het gewoon echt van hoe fijn het is. Ja, ja. Is iedereen die een kindje heeft begrijpt toch dat dat nodig is gewoon. Ja, zeker. Hartstikke mooi. Waar gaat het geld eigenlijk precies naartoe? Oké, het gewoon het McDonald's huis, maar ze doen verschillende projecten, neem ik aan. Ja, klopt. Er komt een nieuw moeder- en kindcenter in het Elisabeth ziekenhuis, de ETZ. En daar komt ook een Ronald McDonald huiskamer in. En daar gaat het geld naartoe. Okay. Dat en ouders zich even kunnen terugtrekken van even rust hebben. Ja, en samen met hun kind dus echt de huiskamer van thuis kunnen beleven, begrijp ik daaruit? Ja, klopt. Wanneer moet die huiskamer af zijn? December. Oh, dus dat gaat nog flink door. Ik geloof november, maar ik hou het even veilig december. Oké. Okay. Nou, dat vind ik een heel moedig... En wat kunnen ze doen met dat geld? Die huiskamer moet worden ingericht. En dat kost natuurlijk heel veel geld. En dat geld gaat daar naartoe naar de inrichting van de huiskamer. Maar met 21.500 euro moeten ze in ieder geval een heel eind in de goede richting komen. Kunnen we een goed doel... Staan er nog meer evenementen van het Ronald McDonald's huis op de agenda? Zover ik weet even niet. Maar er zijn er nog best wel... Dat wordt eigenlijk iedere maand wel iets gedaan. Oké. Okay. Ja. En volgend jaar misschien weer een bad in de race? Ja, die vraag kreeg ik vandaag heel vaak. En ik denk inderdaad dat die wel gaat komen. Maar moeten we even kijken inderdaad of we dat ook weer voor elkaar krijgen. Ik wou hierbij al de hand schudden. Ja. Maar dat wordt een kunnen we zichtig doen. Handje dan. Kunnen we doen. Heel gaaf. Ja. Nou, prachtig initiatief. Ja. Het is in ieder geval een prachtig initiatief. En ik hoop ook inderdaad dat alle ouders en alle kinderen hiermee geholpen zijn natuurlijk. Ja. En dat je volgend jaar ook weer zoiets moois organiseert. Dit was het weer Kermis vandaag voor vandaag. Wij zijn er natuurlijk weer om 11 uur. Dan zit Ron Schuurkes hier met Kermis Laat. Morgen ben ik er ook weer met een nieuwe editie van Kermis vandaag om 8 uur. Maar wil je nou niets missen van de Tilburgse kermis, dan kan je kijken op kermisfm.nl. Dan kan je kijken naar kanaal 999 van Ziggo. Ik wil graag even iedereen bedanken. De gasten natuurlijk en Marit in het bijzonder, onze social media vrouw. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Bye.